Hallo, welkom lieve leerlingen en mensen thuis. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Beschouw of Je Leven. Nou, vorige keer hebben we gekeken naar een van de vragen van de filosoof Immanuel Kant. Wat kan ik weten? De vraag van vandaag heeft daar, wat mij betreft, zeer veel mee te maken. We gaan vandaag kijken naar de vraag, wat moet ik doen? Ik als individu, of wij als mensheid, wat is goed voor ons? Hoe zouden we ons moeten gedragen? En wat gebeurt er als je bijvoorbeeld niet goed doet? Nou, de vraag naar moraal is in het verleden altijd door religies beantwoord. En dat klinkt ook wel logisch in die zin dat als een religie met verboden of geboden komt, dat er ook een God op toekijkt en zorgt dat je gestraft wordt als je het overtreedt. En filosofen die zouden het wel over moraal kunnen hebben. Die kunnen een boek schrijven over hoe je zou moeten gedragen. Maar ja, als je dat vervolgens toch niet doet, wat dan? Wordt Plato dan boos? De moeilijkheid met moraalfilosofie werd op een juiste wijze verwoord door de filosoof David Hume. Alleen denk ik echter wel dat hij er voor een deel naast zit. Hume stond bekend, onder andere bekend, om dit onderscheid. Is odd. Oftewel, hoe de werkelijkheid is, het vertelt ons niet zoveel over hoe het zou moeten zijn. Dus we kunnen kijken naar de stand van zaken in de wereld, maar niet hoe ik me zou moeten gedragen, wat ik zou moeten doen. Dat komt bij Hume omdat hij een strikte empirist is. Dat houdt in, hij kijkt naar wat waarneembaar is, wat je kan waarnemen. En inderdaad, in de wereld om ons heen kunnen we allerlei dingen zien die zijn, maar geen dingen zien zoals ze zouden moeten zijn. Betekent dat er niet zoiets bestaat als een categorie van, laten we zeggen, morele geboden? Ik denk van een ander probleem als we het hebben over moraal en filosofische problemen die daarbij komen, is bijvoorbeeld het probleem van de vrije wil. Vrije wil wordt meestal verondersteld als we het hebben over handelen. Je kan zeggen, je moet je zo gedragen, maar en als je dat volgens niet doet, dan kan ik je als het goed is daarop aanspreken, maar dat veronderstelt dat je het ook anders had kunnen doen. Dus een andere mogelijke wereld. Maar is dat echt zo? Denk eens aan waar je denkt. Jouw gedachten, stuur jij die echt zelf? Of komen die maar gewoon in je op? Een interessant gedachte-experiment om daarachter te komen is het volgende. Je kunt het met de staat doen, je kunt het ook met allerlei andere onderwerpen doen. Ik ontleen het aan Sam Harris, die met een stad werkt in dit voorbeeld. Kies een stad. Overal ter wereld, maakt niet uit welke. Neem er even voor. En als je er eentje hebt gekozen, probeer dan te bedenken waarom juist die. Nou, stel je hebt Tokio gekozen, misschien word je ook wel een beetje gemanipuleerd door mijn high-tech afbeelding, maar dat kun je uiteraard even vergeten. Maar stel je hebt Tokio gekozen, was je vrij om anders te kiezen? Nou, als we aan die eerste stad denken, dus ik vraag, denk aan de stad. Je bent natuurlijk niet vrij om te kiezen uit al die steden waar je nog nooit van gehoord hebt. Als je nog nooit van Kinshasa gehoord hebt, dan was je dus niet vrij om Kinshasa te kiezen. Dat is duidelijk. Maar er bestaan natuurlijk heel wat steden waar je zeker wat van hoort. München, Barcelona, kan misschien niet in je op. Je weet zeker dat Barcelona bestaat, dat het een plek is. Dat je er naartoe kwam. En misschien ben je er ook al geweest. Dus want kwam het op dat moment even niet in je op. En waar komt dat nou door? Dus zelfs als we het denken op die manier analyseren, dan lijkt het wel alsof er niet echt een vrije wil is. Het is gewoon een proces. Ons gedrag, ons denken. Maar ja, welke conclusie moeten we hier nou uittrekken? Betekent dit nou dat er niet zoiets bestaat als, maar een wetenschap of in ieder geval een verhaal van goed en kwaad? Want we zullen straks kijken naar de verhalende kant van kijken naar goed en kwaad. Laten we eerst eens naar de natuur kijken. De duiven van Skinner zijn een bekend voorbeeld. Deze duiven die hadden de neiging om in alles wat ze deden, daar zochten ze een patroon achter. In die zin dat af en toe werden ze beloond met een rijstkorrel. Er ging het klepje open, komt er een rijstkorrel. En het gedrag dat de duif vertoonde vlak voordat de rijstkorrel kwam, ging hij daarna herhalen, want hij dacht op een bepaalde manier dat het daar dus aan lag. Dit zouden we magisch denken noemen. Je denkt dat je te veel invloed in de wereld hebt, meer dan je daadwerkelijk hebt. Maar ergens zijn die duiven wel wat op het spoor, want ik denk zelf dat wij in onze cultuur, in ons denken, al doordrongen zijn van juist het hele morele verhaal. Ik denk dat we dat niet per se in empirisch waarneembaar bewijs hoeven zoeken zoals Hume dat dacht te kunnen vinden. En uiteraard niet vond, dus hij zegt in het waarnemen vinden we geen morele wet. Dus we kunnen op die manier daar ook niet zo van spreken.
Maar misschien dat in onze verhalen eigenlijk al een hele duidelijke boodschap van goed en kwaad zit. En als we om ons heen kijken, je kunt best met een filosoof gaan debatteren of dat, over dat dat wilvrij is of niet. Maar als we om ons heen kijken naar voorbeelden van mensen die erg succesvol zijn, dan blijkt dat die bepaalde gewoontes hebben. En die willen we misschien imiteren. Of mensen die het juist heel slecht getroffen hebben, dat die hele slechte gewoontes hebben, die we juist willen vermijden. Dus we zien in de wereld wel degelijk een verband tussen hoe je je gedraagt en hoe het leven jou toelacht of toehuilt. Dus laten we maar eens naar wat verhalen kijken vanuit onze cultuur, die wat mij betreft wel degelijk een morele boodschap bevatten die er eigenlijk al heel dik en heel oud in zit. Het Adam en Eva verhaal, daar hebben we in de les al eerder naar gekeken. Kort samengevat, Adam en Eva in het paradijs, in het hof van Eden, dat betekent ommuurde tuin. Ze mogen overal van eten, behalve natuurlijk van de ene boom die de vrucht van de kennis van goed en kwaad bevat. En uiteindelijk worden ze daarvoor gestraft. Nou, dit vind ik een hele interessante mythe, omdat ons mens zijn heeft natuurlijk ook iets te maken met het ontstaan van moreel bewustzijn. En als we kijken naar moraal in de dierenwereld, denk aan een leeuw, is die moreel slecht als die achter de gazelle aanrent om dat beest dood te maken en op te eten. We zouden niet snel zeggen dat zo'n leeuw moreel slecht is. We maken het iets erger. Stel dat een leeuw over de savanne loopt en de kleine welpjes tegenkomt die niet van hem zijn, van een andere mannetjesleeuw. Dan zal zo'n leeuw die welpjes vaak doodmaken, zodat het vrouwtje weer vruchtbaar wordt en hij eventueel het vrouwtje van de vrucht. Is de leeuw dan slecht? Nou, het klinkt al wat minder vriendelijk. Desalniettemin lijkt het bewustzijn van goed en kwaad hier een definitief criterium te kunnen zijn om te kunnen zeggen, nou ja, misschien is de leeuw toch niet slecht. Maar wij wel. En dat heeft dus te maken met het feit dat wij er bewust van zijn. Bewustwording van goed en kwaad. Dus onze ontstaansmythe leren wij goed en kwaad kennen. En dat heeft ook consequenties. Daardoor worden we ook verbannen uit het paradijs. Een soort oertoestand waarin je dan geen bewustzijn van hebt. Nou, hoe gaat het verhaal verder? Dit verhaal over goed en kwaad. Kain en Abel kennen we denk ik ook nog. Een heel kort verhaal in de Bijbel. Nog geen 10 regels. Maar toch zegt dat heel veel. Dus dit zijn eigenlijk de eerste mensen. Als in geboren uit de vrouw, uit Eva. En Abel brengt een offer en Kain brengt een offer. Maar het offer van Abel wordt wel geaccepteerd door God. En het offer van Kain niet. Breng het juiste offer is een les die we hieruit kunnen leren. Maar wat is dan het juiste offer? En het offer van Kain wordt niet geaccepteerd. Waarom? Misschien is het leven wel grillig. Misschien is God wel grillig. Of het lot wel grillig. En daar moeten we ook mee leren omgaan. Ook al zien wij niet in wat er daadwerkelijk achter de schermen allemaal gebeurt, we zullen er toch mee moeten leren leven. Dus de eerdere vraag van Immanuel Kant, wat kunnen we kennen, heeft hier ook weer te maken met wat moeten we doen. Want nou kunnen we iets niet kennen. Bijvoorbeeld de reden waarom dit offer niet wordt geaccepteerd. En vervolgens koester geen wrok. En dat is natuurlijk wat Kain wel doet, door zijn oudere broer en idool Abel dood te slaan. Vervolgens het verhaal van Jezus. Nou, Jezus draagt het kruis. Hij draagt de zonde van de wereld op zich. Dus je moet de zonden natuurlijk kunnen aangaan. Zoals Jezus ook zegt, wie zonder zonde is, gooi de eerste steen. Dus dit verhaal is het archetypische verhaal van zelf de zonde op je nemen, de schuld op je nemen. En het ook een beetje meedragen. En in het christendom, Jezus is, laten we zeggen, de vleesgeworden God. Dus je moet in de wereld bestaan om ook het lijden te kunnen ervaren. En je moet het aanvaarden. Dat is wat Jezus ons vertelt in deze. Nou, dit zijn in hoofdlijnen natuurlijk verhalen die teruggaan tot de ontstaansgeschiedenis van onze cultuur. Grote verhalen. Maar ik denk dat deze verhalen in hedendaagse vorm nog steeds meespelen. Bijvoorbeeld het bekende verhaal van Star Wars. Star Wars creëert ook een hele eigen wereld met een mythologie en magie. Even spoiler alert trouwens, want ik ga uiteraard wat zeggen wat inhoudelijk met het verhaal te maken heeft. Luke komt er op een gegeven moment achter dat de grote badass Darth Vader zijn vader is. En dan herkent hij ook dat stukje kwaad in zichzelf. In Star Wars heet dat de dark side. Dus hij moet ook eerst het kwaad in zichzelf kunnen erkennen, zijn connectie ermee, om uiteindelijk die confrontatie aan te kunnen gaan. Doordat zijn vader zich weer op symbolische wijze offert. Hetzelfde geldt ook voor Frodo uit Lord of the Rings. Hij moet zelf die ring dragen. De ring die al heel veel mensen en andere wezens gecorrumpeerd heeft.
En dat tast ook aan Frodo. Hij moet die reis maken en dwars door de poorten van het kwaad gaan. Hetzelfde geldt voor Harry Potter. Je moet het kwaad confronteren. Je moet je connectie aan Amerika en Harry. Zijn ouders waren vermoord door de grote boef Voldemort, lezen daar. En Harry heeft een schram op zijn gezicht. Voldemort probeerde hem te vermoorden. Daardoor heeft hij een connectie met dat kwaad. En daardoor is Harry, moet ik zeggen, de enige die echt iets tegen Voldemort kan doen. Dus hij moet dat kwaad op zich nemen. Hij moet dat kwaad kunnen bevechten en het ook kennen, leren kennen. En dat is wat dit verhaal ons eigenlijk vertelt. Een laatste voorbeeld. Denk aan Godfather. Michael moet de familie redden. Een maffiafamilie waar uiteraard ook wel eens wat bloed vloeit. En als hij merkt dat hij verraden wordt door zijn broer, ook hier weer dat archetypische verhaal van de broers, dan zal hij uiteindelijk een hele zware, moeilijke beslissing moeten nemen, wat eigenlijk niet goed gebouwd kan worden, namelijk het omleggen van zijn eigen broer Fredo. Dus in deze grote filmklassiekers en in onze grote verhalen komt wat mij betreft altijd een hele duidelijke morele boodschap naar voren. Dus in welke mate kunnen we dat kennen? Kunnen we daar wetenschappelijk iets over zeggen? Dat is wat in een eerdere video besproken is. En daarvan valt wat voor te zeggen, dat daar wetenschappelijk ook wat voor te zeggen is. Maar desalniettemin vormen deze verhalen ons, die cultuur vormt ons. We hebben een narratief zelf, zoals dat heet. Hetzelfde wordt gevormd door verhalen die je vertelt. En die verhalen die zijn altijd al doorspekt met kennis van goed en kwaad. Nou, bedankt voor het kijken. Dat was het voor deze aflevering van Beschouw of Je Leven. Tot de volgende keer.